Volleybal neergezet. De penningmeester zal erg blij zijn met dat. Maar daar gaat het vanavond niet om. Beste democraten, welkom. U bent getuige bij de officiële oprichting van D66 in uw gemeente, Kragen-Braassem. Bij een bijzondere avond wordt een bijzondere gast. En die hebben we gevonden met Alexander Pechtold. Van harte feliciteren met deze belangrijke stap. De laatste bijeenkomst die ik van de lokale afdeling heb bijgewoond was het Groene Hart. Dus wat dat betreft is deze regio bij mij nu geheel op het netvlies. Vroeger zou je zeggen achter het ijzeren gordijn tegenwoordig zeg je dat is alleen nog maar Noord-Korea waar dat soort uitslagen zijn. Daar behoort natuurlijk D66 te zijn, want ik zou als eerste oproep doen, D66, ga nou eens met diezelfde lijst hier op de markt staan en vraag of de burgers ook 60 plusjes en 1 minnetje weten te zetten en zo niet sparen. Nou, wat is nou belangrijker in deze tijden waar de zuilen verdwenen zijn, waar links en rechts als begrippen niet meer bestaan, dat je een partij hebt die het individu centraal stelt, die het vraagstuk op een frisse, met deze tijd passende manier bekijkt